Welkom mensen in de Multistream team bij een volgende battle met Rome Total War Remastered. Ik ben juist iemand gejoined, CWB zegt hij, maar geen chariots. Hij speelt wel met Seleucid Empire, dus hij verzwakt zich de eigen er eigenlijk mee. Ik kan voor Pontus gaan, maar... of Egypt. Gewoon enkel ratten. Horses pakken? Nee, wat zou ik pakken? Misschien Macedon? Of zou ik voor mijn Numidia gaan? Of... nee, City is te goed tegen Seleucid Empire. Ik zou wel gewoon voor Macedon gaan. Ik denk dat het decent is. Hier heb ik nog niks gesaved. We gaan voor 6 Companions. Nee, niet Macedonian, Companions. Ik heb er 2 light lancers gaan, maar misschien is het hier beter om voor Macedonian cavalry te gaan. Hierbij heb ik het archer voordeel, maar hij heeft het cavalry voordeel. Hoeveel heb ik nog? Ik kan nog 1 royal pikeman pakken misschien. Zou dat eens genoeg zijn? En nog een peasant. Fuck it. Why not? Fuck it! Ik denk dat ik al eens een video heb geüpload met Seleucids tegen Macedon. Alleen was toen anders. Ik was toen Seleucids en mijn opponent was Macedon. Nu is er een regel geen chariots. Ik had toen 2 side chariots gepakt. Maar we zullen zien. Vraag me af of hij voor Keta-fracties is gegaan. Waarschijnlijk wel. Nou, we moeten eerst nog altijd eerst het phalanx halen, daarna spread out en dan het phalanx formation. Waarom zo moeilijk doen? Waarom? Oh, mijn scherm is nog steeds zo traag. Run. Kritten archers, amai. Ik ben wat heavier in mijn cavalry gegaan, omdat zijn cavalry ook heavy is. Zullen we zien? Wauw! Oké, okay, militia cavalry en dan volgen bij cataphracts. This can be an interesting battle. Heeft u nu echt archers? Hij heeft de regels verbroken. Oh, whatever. Royal pikemen, stand in formation. Men of Crete. Men of Crete.
Oei. Nou, uiteraard. Ik heb even niet opgelet. Ik weet nog veel bomen. Ja. Ander weg alsjeblieft.
Hier is een cataphract gaan lopen, dat is goed. Zoveel mogelijk shots erop, alsjeblieft, denk je. Ah, ze zijn teruggekomen, jammer. Ah, oh, damn, en daar gaat mijn pikeman. Dat is eigenlijk zo grappig.
Ah, die zijn ook al dood. Ik denk dat hij zo over is. En wel, was een leuke battle, was een leuke battle. Ook al had hij de rules verbroken. GG. Anyway, ik hoop dat jullie van genoten hebben en tot de volgende video. Peace out.